Yo mensen van Golden Power Productions, welkom bij een gloednieuwe FIFA 14 carrière met CD Tenerife. Vandaag gaan we de eerste competitiewedstrijden doen. Dus ga achterover zitten, pak bier in je hand en geniet van de video. We beginnen met transfernieuws, want we hebben Hector Bellerin van Arsenal, dat is een groot talent, gekocht. Dus dat belooft veel, hij is heel snel. En we gaan door naar de eerste wedstrijd. En de eerste wedstrijd is tegen Hercules CF, sorry. En ik weet niet hoe goed ze zijn. Dus we gaan gewoon genieten van de wedstrijd. Onze opstelling is deze. Zivkovic en Ayoze in de spits. En Kiesel op rechts. Suzu, Santana op links. En de rest is een beetje hetzelfde als de vorige keer volgens mij. Hector Bellerin op rechts achter. De nieuwe aanwinst. Dan gaat de eerste aanval van Hercules. Heel slecht verdedigd. En oh, die had eigenlijk moeten zitten. Maar die gast die kan volgens mij niet voetballen. Dus daarom zat hij niet. Daar gaat Zivkovic. Wat een heerlijke paas op Ayoze Perez. Die kan de bal niet goed controleren. En de keeper kan de bal oprapen. En Zivkovic weer met de heerlijke paas. Dit keer iets minder goed. Heel nice verdedigd. Goed teruggelegd. Kan Zivkovic er iets bij? Schiet, maar de bal wordt geblokt. En dan kan de Hercules uitverdedigen. Maar dat wordt ook niet goed gedaan. Kies daar. Zivkovic schiet. En de keeper redt. En Ayoze Perez schiet. Hij was nog binnen, maar hij staat buiten spel. Dus die telt niet, helaas. Anders stond het nu 1-0, maar het staat nog 0-0 nu. Suso Santana over de flank. Met de voorzet. Goeie voorzet op Ayoze Perez. Schiet hem dan weer net op de keeper. Had hem meer in het hoekje moeten schieten, dan zat hij waarschijnlijk. Aitor Sanz. Suso Santana, wat kan hij doen? Er staan drie verdedigers voor hem, dat is heel lastig. Voorzetje. Kopbal en de keeper redt nog net in de korte hoek. Dan gaat Hercules alleen op de keeper af. Die moet dan zitten, maar ze hebben problemen met grote kansen maken. En dat doen wij dus wel. Carlos Ruiz in de 84ste minuut. Met een heerlijke kopbal. De eerste goal van de wedstrijd pas. 5 minuten voor tijd. Mooie corner, gewoon. Prima ingekoopt, wel slecht gekeept, by the way. En we staan 1-0 voor. Aitor Sanz. Legt hem terug. Hector Bellerin, de nieuweling. Met zijn debuut. Schiet, maar kan niks uitrichten. En de wedstrijd is afgelopen. We hebben met 1-0 gewonnen. Dus de eerste 3 punten in de competitie zijn een feit. En dat is een goede manier om deze competitie te beginnen. En dan gaan we verder met nieuw transfernieuws. We hebben Daley Sinkgraven, middenvelder, ook een talent van Heerenveen. En we gaan door naar de volgende wedstrijd. We hebben niet zoveel geld, dus daarom koop ik alleen talenten. En huur ik ze. En we spelen tegen Real Madrid Castilla, dus Real Madrid B. Dus bij opstelling Roberto, Hector, Bellerin, Bruno, Carlos, Ruiz, Riedewald, Kike, Rivero, Sinkgraven, Aitor Sanz, Kiesdag, Zivkovic en Suso Santana. Een soort van andere opstelling. Dus misschien werkt het vandaag wel goed. Meteen de eerste aanval in de 8e minuut. Goed uitgespeeld Kike Rivero op Zivkovic. En hij ligt er meteen in. De keeper ziet er daar niet goed uit. Maar dat maakt ons helemaal geen flikker uit. Oh, wat een heerlijke overtreding. En dan krijgt hij daar al rood voor. Nee, want de scheids is een watje. Wel een nice overtreding. Maar goed. En dan, oh, die kopbal. Dat is gevaarlijk. Slecht verdedigd. En een heerlijke bal op Christian Gomez. Die moet al zitten, maar Minshul doet het in de rebound in de 69ste minuut voor Real Madrid B. Deze wedstrijd had niet veel hoogtepunten. Dit was al het einde. Dat was echt alles. Helaas 1-1 gelijk gespeeld. En dan de volgende wedstrijd. De laatste wedstrijd tegen CD Mirandes. Is een vrij slechte club. Wij zijn beter in principe. Maar je moet het nog wel even laten zien natuurlijk. Opstelling hetzelfde eigenlijk. Alleen staat Kista niet in de spits. Maar het staat nu op rechts buiten. Ayoze Perez, Zivkovic in de spits. En Christo Martin op links buiten. In plaats van Suso Santana. En daar eerst een mooie bal voor Ricardo. Die moet al zitten alleen op de keeper af. En die schiet hem op de paal. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat had er moeten zijn. En dan goed gejaagd van Ayoze Perez. En die schiet hem dan. Heel netjes in de hoek. Slecht verdedigd. Of goed druk gezet van Ayoze Perez. Hier gewoon vol de rennen op het tekenpot beuken. En dan afmaken. Zo doen we dat. 1-0. En dan weer slecht verdedigd. Weer dezelfde verdediger. Zivkovic met de voorzet. Maar Perez kan er niks mee. En Christo Martin probeert het met een lopje. Maar dat is echt een slechte poging. En dan
Dan gaat Roberto heel erg in de fout. Dan wordt het kei goed afgemaakt door Juan Muñiz. En het staat 1-1. En ja, zo snel kan het dus gaan. En Sivkovic met een heerlijke mooie bal. Alleen schiet hem net over. Helaas. En dan Irio. Die wordt daar gevloerd door Roberto. En dan krijgen ze een penalty. En het leuke is, die Irio speelde in het verleden bij onze club Tenerife. Maar nu speelt hij dus bij CD Mirandes. En hier de penalty. Juan Muñiz, kan hij voor zijn tweede goal gaan? Nee, want Roberto herstelt zijn fout. En houdt hem eruit. Geweldig gekiept van Roberto. En dan gaat Cristiano Martín, gaat hij een voorzet geven? Jazeker gaat hij dat doen. Maar de voorzet is te hard. Suso Santana in het veld gekomen. Wat doet hij? Voorzetje op Kike Rivera. Maar die kan vanaf daar natuurlijk niet echt een harde kobbel op goal geven. Dan laatste aanval van de wedstrijd. Goed verdedigd daar. En dat benieuwd. Gaat ze nog een doelpuntje maken? Hij schiet mis. En de wedstrijd eindigt in 1-1. Dat was een wedstrijd die we eigenlijk hadden moeten winnen. Maar het is helaas niet gebeurd. En in de stand staan we nu 7e na 3 wedstrijden. We proberen te promoveren naar de hoogste divisie. En het lukt voorlopig nog niet. Want we staan nog 7e. Dan moeten we minimaal 6e worden. In ieder geval, bedankt voor het kijken. De volgende keer gaan we de volgende 3 wedstrijden doen van de competitie. Dan gaan we proberen om een paar plekken te stijgen. Bedankt voor het kijken. Zo, ik had even de hik, sorry. En druk op het duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Later. Auw. Elleboog.